Eugène Breinaert is 87. Hij heeft een auto en een garage. Alleen de combinatie van die twee is een beetje krap. Mijn auto die is 1,49 meter. En mijn garage daar is 1,55 meter. Dat doet hem 6 centimeter. Zie. En door heb ik dan de moes aan gedaan. Tegen dat ik moest tegenrijden. Dat doet, dat ben ik kwijt tegen de moes. Moet tegen de moes mag ik tegenrijden. Dat mag geen schroeven. Nee. Dan ga ik nog binnenrijden. Nee. Eugène moet zowat de handigste chauffeur van Vlaanderen zijn. Het is letterlijk rijden tot op de millimeter. En zelfs als de auto binnen staat, moet hij er nog altijd uit geraken. Voilà, ik doe mijn deurken open. Zie. En nou moet ik mijn deurken van mijn not open doen, want anders kan ik het niet uitstappen. Nee. Voilà, en zien dat ik een blutje maak. Auto op stille leggen, uitstappen. De wagen vooruit even, dat de deur van de auto toe kan. He. Want anders kan ik de deur van de keuken niet toe doen. Voilà, de deur van de auto is toe. Na deze deur kan toe doen. En de zeteltjes daarvoor zitten. Heb je nooit gedroomd van een grotere auto? Nee, meneer. De grote auto's verbruiken te veel benzine, meneer. En meteen met 4, 5 liter rijd ik naar Oostende, meneer, op Blankenberg. He. Daarom heb ik altijd een kleine auto genomen. En vindt hij hem kunnen binnen zitten ook.